Nee. Heel apart. Maakt niet uit. We gaan het gewoon zo doen. Het is Palmpasen vandaag. En het is een prachtige, prachtige dag waarop Jezus Jeruzalem binnenkwam. En het is natuurlijk de aanloop naar het hele Pasen. En ik wil met jullie lezen dan Matthäus 21, versen 1 tot en met 11. En ik doe het dan uit de herziende Statenvertaling. Hoe vreemd is dat? Dat is niet... De herziende Statenvertaling, Matthäus 21 vanaf vers 1. Halleluja. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit. En hij zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is. En een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft. En hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, dat een jong van een juk dragende is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg. En anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde, riep Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei, wie is dat? En de menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover Matthäus. Hetzelfde verhaal vinden we ook in Lucas 19. Het staat zelfs beschreven in alle gospels. Maar we gaan die van Lucas 19 er nog even bij pakken. Vanaf vers 28 tot 44. Lucas 19, vers 28 tot 44. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend de koning die daar komt in de naam van de Heere, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste. En sommigen van de farizeeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen.
En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u, dat zelfs de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En hij zei, och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Tot zover. Jezus kwam Jeruzalem binnen. Jeruzalem toen was een hele belangrijke plaats. Jeruzalem nu is nog steeds een hele belangrijke plaats. Maar we hebben ook ons eigen Jeruzalem. We hebben er vaker over gehad dat wij vanuit ons Jeruzalem, en voor ons is dat Emmeloord, Urk, Kampen, dat is ons Jeruzalem. En van daaruit gaan we naar de hele wereld. Alleen voordat we eruit kunnen gaan, zal Jezus eerst binnen moeten komen in ons Jeruzalem. En dat gebeurde op Paaszondag, wat we vandaag vieren. Dat we de koning binnen laten komen in Jeruzalem. En het is heel bijzonder eigenlijk wat er gebeurt. Hij stuurt twee discipelen erop uit om een ezelsveulen op te gaan halen. En natuurlijk zegt de eigenaar tegen de discipelen die bij hem kwamen van, hey joh, waar ben je mee bezig? Blijf even van mijn veulen af. En de discipelen zeiden gewoon heel simpel, de meester, de heer, heeft het nodig. En vanaf dat moment was het geen probleem, konden zij het meenemen. En dat staat beschreven in alle vier de evangeliën. Een veulen heeft heel veel waarde. En zeker ook in die tijd was een veulen een verzekering als het ware voor de toekomst van voorziening. Van broodvoorziening. Dat veulen werd klaargemaakt zodat er een juk opgelegd kon worden en dat die aan het werk kon. Dus het afgeven van het veulen door die eigenaar betekende eigenlijk wat hij zei is, oké, ik vertrouw mijn toekomst aan de Heer en datgene wat mij zou voorzien in mijn toekomst, het veulen, wat ik op vertrouwde, waar ik aan het trainen ben om hem klaar te maken, om te kunnen ploegen en al dat soort dingen, ik geef het af. Ik geef hem weg aan de Heer. En ik vertrouw erop dat de Heer voor mij zorgt. En die vraagstelling krijgen we nu nog steeds. De Heer vraagt nog steeds hetzelfde van ons. Vertrouw je mij? Durf je mij te vertrouwen voor je inkomsten? Of zeg je van nou, ik hou liever mijn veulen bij de hand. En dat ik in elk geval weet dat er iets binnenkomt. Die mensen zeiden van nee. Hier is mijn veulen, geef het maar aan de Heer. En ze dachten er niet eens over na. Want de discipelen zeiden, het is voor de Heer, die heeft het nodig. En ze zeiden gelijk, je mag hem zo meenemen. Ik vind dat heel bijzonder. Om in wat voor geloof die mensen stonden. Wat ook belangrijk is, dat het veulen was nog niet eerder bereden. In andere woorden, het veulen was nog niet eerder toegewijd aan iets anders. De Bijbel praat ook over het geven van je eerstelingen, dat soort dingen. Het gaat hierin om dingen die nog niet aan andere dingen zijn toegewijd. En dat was met dit veulen ook. Jezus ging zitten op een veulen wat nog niet was toegewijd aan iets anders. Aan werk. Of een andere afgod in die zin. Het werd vanaf het begin toegewijd
aan Jezus. De discipelen legden hun kleren daarop. Pia had net een mooi beeld en een gevoel van een mantel. Tegenwoordig dragen we niet meer van zoveel van die mantels. Misschien wel weer een leuke modetip om eens weer met mantels te gaan wandelen. Maar zij namen hun mantels af, legden die op de ezel. Een mantel is een teken van autoriteit, is een teken van hier ben ik. We lezen ook in het verhaal van de blinde die zijn mantel afwierp en naar Jezus toesnelde. Die mantel was een punt van dit ben ik, hier kunnen ze aan zien wie ik ben. Dat wierpen ze af, dat legden ze op die ezel. Met andere woorden, we laten wat ons is, leggen we weg. Heer, u mag erop zitten. We leggen het onder u. Ook werd de mantels werden op de grond gelegd, waardoor Jezus met de ezel daar overheen kon lopen. Ook dat is een beeld dat datgene waar we, onze autoriteit, alle dingen, en dat kan zijn je roeping, je bediening, je eigen ik, je identiteit, je alles af te leggen, zodat de koning der koningen binnen kan komen. We leggen alles af. Onze bediening leggen we af onder Jezus. Onze roeping leggen we af onder Jezus. Alles leggen we onder Jezus. Jezus vroeg op een gegeven moment aan Pia, nadat ze al heel veel jaren gewacht heeft, had toen op de haar beloofde man, dat Jezus zei tegen haar in een beeld, wat als ik nou dat niet zou doen, zou je dan nog steeds mij volgen? En dat is een hele belangrijke vraag. Omdat heel vaak bedieningen, roepingen, werk, noem maar alles, neemt heel gauw de plaats in van Jezus. En Pia zei toen ook van, Heer, al gaat het nooit gebeuren, ik volg u. Want Jezus is ook de enige die dat verlangen in je kan vullen. Jezus is de enige dat als je je bediening aflegt, die je er iets mooiers voor terug gaat geven, iets groters voor terug gaat geven. Maar de discipelen ook, die namen hun mantels af, legden ze op de grond, zodat de koning der koningen binnen kon komen. Al hun dingen, al hun roepingen, al hun bedieningen, alles werd afgelegd voor de koning der koningen. En het enige wat ze nog deden, was hem loven en prijzen. Hebben we net gelezen, we hebben het net samen gedaan. Hem loven en prijzen. Hij is het waard om te prijzen in elke situatie. Hij, nadat je alles hebt afgelegd, is degene die zegt, oké, Heer, ik aanbid u boven alles. Ik aanbid u boven alles. En de rest is onbelangrijk. Is gewoon niet meer belangrijk. En de discipelen geven hier een voorbeeld. Leggen alles af, aanbidden hem, door alles heen, om hem binnen te brengen. Er waren alleen twee dingen, en dat zie je in Matteüs 21 vers 11, laten we die er nog even bij pakken. Matteüs 21 vers 11. Matteüs 21 vers 11. En de menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. De menigte
zei, dit is de profeet. Wanneer we kijken in Lucas 19. Lucas 19, wat we net gelezen hebben, vers 39. 19, vers 39. En sommigen van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. We hebben hier de menigte en we hebben hier de fariseeën, religieuze leiders. En de ene helft spreekt hem aan met profeet, de andere helft spreekt hem aan met meester. Op dat moment, en daar zitten we dus een kleine week voor Pasen, voor de kruisiging, zien we dus eigenlijk nog niemand in die hele menigte en in die fariseeën die hem als Messias ziet. Ze zien hem als een profeet, ze zien hem als een meester, ze zien hem als een leraar, maar nog niemand heeft daar de openbaring dat Jezus de Christus is, de Messias. En dat is een belangrijk punt. Dat is een heel belangrijk punt en daar ga ik zo op terugkomen. Want na dit hele gebeuren, na die binnenkomst, gaat hij de tempel in. Ik pak dit andere, pak ik zo even weer op. Hij gaat de tempel in en hij reinigt de tempel. Alles wat verkocht werd, wat gekocht werd, de geldwisselaars, de duivenverkopers, tafels gingen ondersteboven en de tempel werd gereinigd. Want hij zei tegen hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Lucas 19 vers 46. Een huis van gebed. Wij zijn nu de tempel. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn een huis van gebed. Ons leven, onze lifestyle is een levensstijl van gebed. Continu gebed. Gebed in alles wat we doen. Overal waar wij komen. Smith Wigglesworth was dat geloof ik. Die zei, joh, ik bid nooit langer dan een half uur. Maar er zit ook nooit meer dan een half uur tussen mijn gebeden. Met andere woorden, ik heb een continue levensstijl van gebed. Van communie met de Heilige Geest. Communie met Jezus. Communie met de Vader. Gewoon continu in gesprek. De hele dag door. Dat is 24-7. En Jezus geeft hier aan dat alles wat in jouw tempel zit. Als je achter geld aan zit, als je handelaar bent, als je, noem maar op, al die dingen. En je kan daar je eigen plaatje aan vasthangen. Nemen de focus weg van waar we voor gemaakt zijn. Als een huis van gebed. Als we continu alleen maar met die verkoop bezig zijn, neemt dat tijd weg, neemt dat focus weg van een levensstijl van gebed. Op het moment dat we continu, we hebben duivenmelkers onder ons. Hè? Maar op het moment dat je volledige focus heeft, neemt dat dus tijd en aandacht weg van een levensstijl van gebed. En Jezus zei van, joh, ik maak het helemaal schoon. En we zijn een huis van gebed. Reinigd, gereinigd door hem. En wat hebben we daarvoor nodig? Daarvoor hebben we nodig om Jezus binnen te laten in ons Jeruzalem, in onszelf. En om hem alle rotzooi eruit te laten gooien. Hij maakt ons van binnen helemaal schoon en rein. Hij gooit alles eruit. Dat is wat hij hier ook deed. En dat wil hij ook met jou en mij. Om al die dingen weg te gooien, dat we het kwijt zijn, zodat we die levensstijl van gebed gewoon vol continu, overal waar we zijn. En dat kan
flitsgebedjes zijn, van gewoon even heel kort, tot inderdaad dat je al wandelend een half uur met hem aan het bidden bent. Dan kom je ergens, doe je een boodschapje, ga je verder en je bidt gewoon weer verder. En je bent in een continue communicatie met hem. En dat is wat Jezus idee. Hij reinigde de tempel, zodat het weer een huis van gebed zou zijn. En wij zijn nu die tempel. Ik wil met jullie lezen Matteüs 26. Matteüs 26. Vanaf vers 20. Matteüs 26, vanaf vers 20. Toen het avond geworden was, lag hij aan met 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En zij werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? En hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. We zijn hier dus een aantal dagen na Palmpasen. En we zitten hier in de voorbereidingstijd naar Pasen. En Jezus heeft de maaltijd met de discipelen. En op die avond voor Pasen geeft hij aan: joh, er is één van jullie die gaat mij verraden. En alle 11 van de 12 zeggen tegen hem: ik ben het toch niet, Heere? En Judas die vraagt aan hem: ik ben het toch niet, Rabbi? En daar zit de crux, daar zit het grote verschil. Wat we net ook zagen met de menigte, met de fariseeën, waarbij Jezus gezien wordt als een profeet, waarbij Jezus gezien wordt als een meester, als een leraar. Datzelfde zien we hier, alleen dan is het nog een stukje extremer. Want wat er gebeurt, de 11 discipelen zeggen tegen hem: ik ben het toch niet, Heere? Dat betekent dat die 11 in hun hart de switch gemaakt hebben van Jezus als rabbi, als leraar, naar Jezus als hun Heer, als hun redder, als hun Messias. Wanneer we kijken bij Judas, die hem verraadde, Judas zei: ik ben dat toch niet, rabbi? Judas heeft, ondanks dat hij alles gezien heeft wat Jezus heeft gedaan, hij is overal bij geweest. Hij was ook bij die 70 en 77 die eruit gezonden werden. Hij heeft wonderen door zijn handen zien gebeuren. Hij heeft demonen uitgedreven. Alles. Hij heeft de voetwassing meegemaakt. Hij heeft, noem maar op, alle dingen die Jezus heeft gedaan, heeft hij gezien. En toch in zijn hart, wat je ziet gebeuren, is dat Judas niet de switch heeft gemaakt van Jezus als rabbi naar Jezus als zijn Heer en als zijn meester. En als zijn Messias. En het verschil in het verloop tussen de 11 en Judas is heel erg groot. Waarbij de 11 na de opstanding van Jezus bij elkaar komen, de uitstorting van de Heilige Geest en de wereld ingaan om het evangelie te brengen, waardoor wij nu via Zoom ook bij elkaar zitten, dankzij hun. Judas, die niet gekozen had in zijn hart
om Jezus van Rabbi naar Heer, Meester en Messias te gaan zien en aan te nemen, volgde heel snel daarna de dood. En dat is nog steeds een keuze die we kunnen maken. We kunnen Jezus bekijken van, joh, prachtig verhaal in de Bijbel, mooie dingen, kunnen we veel van leren, al dat soort dingen. Dan ben je net als een Judas, die hem niet ziet als een Messias, als een redder, als de Christus. En daarmee je nog steeds op een pad zit, niet tot het leven leidt. Bij Judas ging dat heel snel. Ik zeg niet dat dat bij anderen dan ook zo snel moet gaan. Maar het eindresultaat van dat pad leidt niet tot het leven. De andere discipelen hadden wel die keuze gemaakt, die ommezwaai in hun hart en in hun denken. En voor hen kwam het eeuwige leven. En die keuze, en dit hele verhaal, dat is eigenlijk gewoon het evangelie. Jezus binnenlaten in jouw Jeruzalem, in jouw hart, jouw lichaam toewijden als tempel. Het is de tempel van de Heilige Geest. Het schoon laten maken door Jezus, alle rotzooi eruit, zodat het volledig toegewijd is aan hem in een levensstijl van gebed. En Jezus niet meer zien als een goede leraar, en we kunnen er veel van leren, en het zijn prachtige verhalen. Maar dat we Jezus echt aannemen en zien als onze Messias, als onze redder en als onze verlosser. En dat is het verhaal van Pasen. Dat is wat we hieruit kunnen leren. Dat is de keuze die we voor onszelf mogen gaan maken. En dat is de keuze die ik vanmorgen ook gewoon bij jullie neer wil leggen. Van joh, onderzoek in je hart. Zitten daar nog dingen waarbij je Jezus meer als een leraar ziet? Of zijn alle dingen al onderworpen aan hem? Waarbij toen die discipelen voor die ezel kwamen, die eigenaar van die ezel, zonder blikken of blozen, toen hij hoorde het is voor de Heer, gaf hij op gelijk zijn broodvoorziening voor de toekomst. Zijn toekomst was acuut onzeker geworden. Maar hij vertrouwde wel op de Heer. Hij zei, oké, het is voor de Heer, het is voor jou. En zo kunnen we dus met vragen komen, want zoals hier voor die ezel, de Heer vraagt erom. Hij kan je dus vragen dingen te doen, te geven, dat je denkt van, joh, maar dan ben ik helemaal onzeker over de rest van wat volgt. Dan heb ik geen controle meer. En dat is het punt waarop we zeggen van, oké, Heer, ik geef het over aan u. En u hebt de controle. U moet het gaan doen. Ik kan het nu niet meer. Ik zit op een punt. Ik kan het niet meer. U moet het gaan doen. En dat is een toewijding. Dat is een overgave. Dat is een vertrouwen in hem. Vertrouwen in hem. Wat Roland ook zei. Hij is goed. Hij is een goede papa. En hij is goed nog veel groter en verder dan wij ook maar kunnen denken en beseffen. God is goed. God is te vertrouwen. 100% te vertrouwen. En hij heeft je misschien beloftes gegeven waarbij je op dit moment nog niet de vervulling van hebt gezien. Dat kan. Maar hij is te vertrouwen. En het kan zijn dat die beloftes misschien wel een soort afgod zijn geworden. Waarbij je zo achter die belofte aanjaagt van Heer, u hebt het gezegd, u hebt het beloofd. En dat de belofte eigenlijk nog belangrijker is dan degene die de belofte heeft gegeven. En misschien is vandaag dan een mooie dag met Palmpasen om te zeggen, oké, Heer, ik neem die beloftes en ik leg ze op de ezel of ik leg ze op de grond. En ik onderwerp ze aan u, zodat u
daar overheen binnen kan komen in mijn Jeruzalem. En in die plek in mijn hart dingen kan gaan doen die alleen u kan doen. Alleen hij heeft daar jouw toestemming voor nodig. Jij en wij zijn degene die hem in die plek uit mogen gaan nodigen. Aan mogen geven, Heer, ik worstel hiermee. Heer, ik vind dit moeilijk. Heer, u hebt mij een belofte gegeven. Ik zie daar de vervulling niet van. En ik geef die belofte, ik geef het terug aan u. Want ik wil niet kijken op die belofte. Ik wil kijken naar degene die de belofte, van waar die vandaan moet komen. Abraham kreeg een belofte en hij vertrouwde God. En dat is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Toen hij onbesneden was, werd het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Daardoor kunnen wij, die onbesneden zijn, in die belofte van Abraham gaan wandelen op het moment dat we wedergeboren zijn. Dan hebben wij ook recht op diezelfde beloftes. Dat doen we niet door ze na te jagen. Abraham werd gerechtigheid toegerekend omdat hij geloofde. Hij vertrouwde God. En dat was het. We zien niet dat hij een hele lijst met allemaal dingen afwekt. Van, oh, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen, en zus en zo. Nee, hij vertrouwde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Heer, zo komen wij bij u deze morgen. Heer, waarin we gezien hebben, Heer, dat verschil wat er gebeurt in ons leven op het moment dat we u aannemen als onze Messias, onze Redder, onze Christus. Of als we u zien als een rabbi, als een leraar, als een hele stapel mooie verhalen waar we een heleboel dingen misschien uit kunnen leren. Heer, maar die niet tot het leven leiden. Die niet leiden tot het eeuwige leven. Heer, en dat hebben we gezien met Judas. Dat was een pad wat leidde tot de dood. Heer, en deze morgen komen we bij u, Heer. En we bidden u, Heer, om binnen te komen in ons Jeruzalem. In ons leven, in ons hart. Heer, en om die dingen te reinigen, die dingen schoon te maken. Zodat we een vol huis van gebed zijn voor u, Heer. Voor die levensstijl van gebed. Voor dat vol continu, de hele dag door, in relatie met u en in communicatie met u te zijn. Heer, want u bent het waard. U bent het waard om alles af te leggen. U bent het waard om volledig te vertrouwen in alles wat we doen. U bent het waard, Heer. Om ons ezeltje, om ons ezelsveulen. Om die dingen waar we op vertrouwen. Voor onze broodvoorziening, voor ons Heer, om dat ondergeschikt te maken aan u. Ondergeschikt te maken aan u. Heer, u bent het waard om onze bediening, onze roeping, om alles wat, al die verlangens. Heer, om het af te leggen. Zodat u, de koning der koningen, binnen kan komen. Heer, dit is wat we bidden, dit is wat we vragen. Dat u als koning der koningen binnenkomt in elk aspect. In ons hart, in ons huwelijk, in ons gezin, in onze familie. Heer, neem uw plaats. Neem uw plaats. Heer, en al die aspecten in ons leven, en daar kan gewoon een klein aspect nog zijn. Heer, waar we u wel nog zien als een wauw, dat is een mooi verhaal, daar kunnen we dingen uit leren, maar dat durf ik nog niet los te laten en te geven aan u. Nog niet los te laten en die mantel neer te leggen op de grond. Om voor u om binnen te komen. Heer, Heilige Geest, ik bid u om dat te openbaren.
in onze tijd met u. Dat is laten zien, Heer. Zodat we dieper met u die relatie kunnen bouwen. Zodat we dieper met u die toewijding kunnen bouwen. Zodat we volledig gaan vertrouwen op u. Want Vader, u bent goed. U bent geweldig goed, Heer. U bent geweldig goed. Halleluja. Jezus naam. Halleluja. Halleluja. I invite you prophetically. En ik nodig je uit profetisch. To take that mantle. Om die mantel te nemen. That God has put on you. Die God op jou gelegd heeft. All that you are. Alles wat je bent. Take it. And lay it down before him. En neem het en leg het neer voor hem. He is worthy. Want hij is het zo waard. Hij is het zo waard. Hij is het zo waard. En ik wil je ook aanmoedigen om, sinds God vroeg om HIS te starten, in de voorbereidingsfase daarvan, heeft hij een heel aantal profetische handelingen gevraagd om te gaan doen. En al die profetische handelingen waren over autoriteit nemen, heerschappij nemen over de regio. Ook afgelopen week vroeg hij om elke dag een keer om Emmeloord heen te rijden met de auto. Al biddend voor elke dag een specifiek onderwerp wat we gedaan hebben. En de Heilige Geest spreekt tot jullie allemaal. En ik wil je vragen om daar ook echt gevoelig voor te zijn. Om daar ook echt op te gaan vangen de dingen die hij vraagt om te doen. En dat kan soms inderdaad zijn van oké. Rij 7 dagen lang een keer om Emmeloord heen met gebedsonderwerpen die hij geeft op je hart. Maar de Heilige Geest is on the move. En er zijn een heleboel dingen wat hij tegen ons, aan ons vraagt om te doen, profetisch. En ik wil je aanmoedigen om, hoe gek dat misschien ook mag klinken, als je het van hem hoort, stap daarin uit. Neem daarin die stappen. Ik wil je ook aanmoedigen om straks na de bijeenkomst, maak een lekkere wandeling buiten. Walk the walk. Samenkomen als gemeente van Christus heeft ook te maken, is niet alleen maar voor de fellowship, heeft ook te maken met de autoriteit die je hebt op de plek die je gegeven is. En daarin is het ook belangrijk dat we nu, ook al, ik vind het een fantastische manier om bij elkaar te komen, zo, er gaat niks boven 3D, ben ik ook met je eens. Maar doe een wandeling om je wijk. Dat hoeft niet een heel lang iets te zijn. Al biddend, neem autoriteit. Want als lichaam van Christus, we hebben een autoriteit gekregen. Dus dan wil ik je ook vragen van elke keer op het moment dat, maak die wandeling. Neem die autoriteit over je omgeving waar je bent. En ja, volg de Heilige Geest in dat. Met de onderwerpen die hij heeft voor jou om te bidden. En ja. Ik denk dat we daarmee uiteindelijk als lichaam van Christus hier straks zo sterk uit gaan komen. Omdat we zo afhankelijk zijn van de Heilige Geest nog. We moeten zo veel meer nog weer doen in afstemming met de Heilige Geest dan dat we ooit tevoren gedacht hadden. En het is een fantastische tijd. Het biedt een heleboel mogelijkheden. En we gaan door, we gaan vooruit.
de... Nou had ik net nog wat in mijn gedachten en nou is het weg. Zul je altijd zien. Ja, wat we ook in de app hadden staan. Ook al zijn we nu meer gescheiden van elkaar en kunnen we niet zo samenkomen. We willen jullie wel aanmoedigen om met elkaar spreek samen af. Maak een wandeling samen. Hou daarbij duidelijk de richtlijnen in acht. Hè. Ga niet pal naast elkaar lopen. Maar in deze tijd waarin van buitenaf er geprobeerd wordt om mensen te isoleren, willen we dat natuurlijk niet laten gebeuren. En willen we echt zorgen, denk om elkaar. Maak een wandeling met elkaar, communiceer met elkaar, heb fellowship nu meer dan eigenlijk ooit tevoren. En daar willen we je mee zegenen, dat je ook echt die fellowship kan gaan zoeken met elkaar, dat er de ruimte voor is. En ik denk dat we in een zeer opwindende tijd leven op dit moment. En we gaan hier met z'n allen veel sterker uitkomen dan dat we erin gegaan zijn. En het lichaam van Christus zal opstaan in de naam van Jezus. Ja.